Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 24 december 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Ja, gisteren was ik te laat en op de dag voor Kerstmis moet ik dus opnieuw smokkelen, want ik ben opnieuw laat. Als het goed is, hebben we aan het eind van de uitzending EX-Jet CQ Domino EX met 22 baud. Dit is hetzelfde fragment dat we gisteren ook gebruikten. Als je FLDigi gebruikt, moet je 1250 hertz instellen. Bij EX-Jet, bij de EX-Jet client, hoeft dit niet. Vandaag herhaal ik een item dat ik in april voor PI4AA deed over de Raspberry Pi. Ik wil trouwens de eerste of de tweede kerstdag een iets grotere kleuren kerstfoto uitzenden met Slow Scan TV. Waarschijnlijk wordt dit tweede kerstdag. Ja, en iedereen uiteraard hele fijne kerstdagen gewenst alvast. De Raspberry Pi is in een paar jaar tijd een groot succes geworden. Het apparaatje is overal goed gevallen, maar het lijkt wel of centamateurs nog net een iets grotere liefde voor het dingetje, amper groter dan een pakje sigaretten, hebben dan andere mensen. Dat komt omdat het apparaatje zeer veelzijdig is en niet duur. En omdat centamateurs van nature al een aantal werkjes hebben voor het computertje waar het dingetje geknipt voor is. Doordat de apparaatjes zo massaal verkocht zijn, is er ook heel erg veel kant-en-klare software voor gekomen. Voor degenen die de Raspberry Pi nog niet kennen, waar hebben we het over? De Raspberry Pi is een volwaardige computer. Dat wil zeggen, op de nieuwste versie, de B2, met quad-core processor, kan het volwaardige besturingssysteem Ubuntu draaien en binnenkort ook Windows 10. Toetsenbord en een groot beeldmonitor eraan en je ziet het verschil zo goed als niet met een desktop PC die bijna 10 keer zo duur is en bijna 20 keer zoveel stroom verbruikt en die misschien wel een paar honderd keer zoveel ruimte in beslag neemt. De belangrijkste voordelen van het apparaatje zijn in eerste instantie het geringe stroomverbruik. Dat wil zeggen, de versie B1 die gebruikt 2,2 watt, de versie B2 iets meer, maar nog altijd bijzonder weinig. En door dat kleine stroomverbruik wordt hij nauwelijks warm. Er zitten verder geen bewegende delen in, nou ja, die ventilator die is dus niet nodig. En in plaats van een harde schijf zit er een micro SD kaartje in, zoals dat bij een mobiele telefoon of een fotocamera het geval is. Het aardige daarvan is, als je het kaartje eruit haalt en een andere erin stopt, dan zit er op slag een ander besturingssysteem in. Dus dat is ook reuze handig. En je kunt ze on the fly verwisselen. Het superkleine formaat is ook een belangrijk voordeel, maar het belangrijkste voordeel is wel de prijs. Het computertje kost tussen de 35 en 40 euro. Dan komt er nog 7,50 euro bij voor een behuizingtje, een vergelijkbaar bedrag voor een lichtnetadapter en nog zoiets voor het fotokaartje, maar dan heb je ook een complete PC. Je kunt er een monitor aanhangen, maar als je het ding een werkje laat doen voor je, dan is het hoe dan ook praktischer om het computertje op afstand te gebruiken. Ik heb er meerdere onder een weinig gebruikte tafel geplakt met dubbelzijdig tape en ik bedien ze vanaf mijn grote PC. Er is zoals gezegd inmiddels een grote hoeveelheid software voor beschikbaar gekomen voor die Raspberry en met name ook amateursoftware. Ik doe in het laatste gedeelte een kleine greep uit dit aanbod. Let wel, dit zijn kant-en-klaar geïnstalleerde concepten. Er is meer, maar dan ben je zelf verantwoordelijk voor de installatie. Een redelijk veel gebruikte mogelijkheid is om aan het computertje een touchscreen display toe te voegen en een DVB-T-stick. Je hebt dan met de juiste software een ontvanger die afhankelijk van de gebruikte stick tussen ongeveer 25 MHz en 2,3 GHz kan ontvangen. Heel populair is ook om de Raspberry Pi te gebruiken voor Echolink. Dat kan om er QSO's mee te maken, maar ook als gateway voor Echolink, bijvoorbeeld naar een repeater toe. Ik heb op PI4AA al eerder zo'n concept beschreven. Dat was toen met SVX-Link. Een software. Er zijn daarnaast nog meer mogelijkheden, bijvoorbeeld het programma De Linkbox. En sinds deze week weet ik dat er ook een image beschikbaar is voor het programma All-Star Link op de Raspberry Pi. Ook IRLP is overigens beschikbaar. Een andere populaire toepassing is de Raspberry Pi te gebruiken als controller voor een analoge of een digitale repeater of voor een D-Star hotspot. Bij een kleine inventarisatie kom ik onder andere nog kant-en-klare en uiteraard gratis oplossingen tegen voor een Packet Radio BBS, een Whisperbaken, Slow Scan TV, gebruikmakend van de speciale Raspberry Pi camera. Er zijn meerdere mogelijkheden voor APRS, iGates, zowel alleen luisteren als zenden en ontvangen. D-RADS, dat is een communicatiepakket voor D-Star. Remote besturing voor diverse zendontvangers.
Nou, diverse TNC's voor Packet. Het is maar een kleine greep hoor. Maar de meest opmerkelijke toepassing vind ik toch wel om de software een sensiaal te laten opwekken. Dat met een paar milliwatt uit een van de besturingspoorten van de Raspi komt. Er is inmiddels software voor een stereo FM zender. Verder zijn er meerdere toepassingen voor Whisper en voor SSTV. En er is zelfs een amateur die op deze manier software heeft gemaakt om SSB te kunnen zenden. En maakte daarmee met die paar milliwatt een QSO, terwijl hij de WebSDR van Twente als ontvanger gebruikte. Er is verder geen hardware nodig om het ding als zender te laten werken. De zendfrequentie is bij al deze toepassingen instelbaar tussen 0 en 250 MHz. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.PA0ETE.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xdv.me. Ja, en iedereen uiteraard hele fijne kerstdagen gewenst alvast.